Kinderen zich helpen vormen in de nieuwe technologie is belangrijk, vooral in een tijd waarbij verschillende ontwikkelingen gaande zijn in ons land en de rest van de wereld. Met die gedachte organiseerde Telesuur in samenwerking met Young Engineers in verband met de Girls ICT Dag, een ICT Dag voor jonge meisjes tussen 6 en 12 jaar. Young Engineers is een organisatie die zich bezighoudt met het gereed maken van kinderen om de technologie op verschillende manieren te benaderen. Verder wil de organisatie de science, technology, engineering en mathematics, STEM, educatie stimuleren. Deze ICT-dag was bedoeld om meisjes van Witsanti para educatief bezig te houden. Dit werd gedaan door middel van Lego-blokjes en de nieuwe technologie toe te passen, legt ingenieur Diraj Kangaram Pandey uit. Lego-blokjes overstijgen leeftijd, zowel kinderen als volwassenen genieten daarvan. En in onze lessen leren kinderen om procesmatig na te denken, projectmatig na te denken. Ze krijgen een leuke Lego-setje met verschillende onderdelen daarbij. En ze krijgen instructiekaartjes. En met die instructiekaartjes komen we tot een modelletje. En in verband met Girls and ICT hebben we gekozen voor een modelletje waar coding van te pas komt. We gaan een robot bouwen en middels een speciale appje ontwikkeld door Young Engineers gaan we zo een robot de opdrachten geven. Naar voren bewegen, naar achteren bewegen. In tijd, denk aan opdrachten geven, 10 seconden naar voren, 5 seconden naar achteren. We kunnen light functions zetten, move functions zetten. En het moment dat ze een modelletje hebben gebouwd, dan gaat het koning gedeelte van start gaan. En zo hoop je dat we die jonge mensen zo vroeg mogelijk kunnen interesseren in de techniek. Kangaram Pandey zegt dat met de ontwikkelingen in de olie- en gassector van Suriname het belangrijk is om kinderen nu al klaar te maken om hun krachten te geven. Dit kan door hen nieuwe technologie bij te brengen. Zodat ook wij later, vooral bedrijven, organisaties in Suriname, dat we niet zo makkelijk op zoek gaan naar personeel. In huis in Suriname hebben we genoeg mensen die we al op een jonge leeftijd getraind hebben voor de technieken die in de toekomst van te pas zijn. Voorlopig zal de focus blijven op het organiseren van verschillende projecten die kinderen helpen om beter te kunnen omgaan met technologie.